print, the boodschap print today. NII organiseert vijfde lezing. Het Nationaal Informatieinstituut organiseert in verband met 40 jaar Dag van Bevrijding en Vernieuwing de vijfde editie van haar lezing. De revolutie, ook wel de Dag van Bevrijding en Vernieuwing genoemd, is een bijzondere dag uit de Surinaamse geschiedenis. De bedoeling is om de gemeenschap te informeren over wat de achterliggende gedachte is geweest van de revolutie van 25 februari 1980. Deze lezing wordt gehouden in de congreshal nabij het Onafhankelijkheidsplein. De presentator van deze editie is gewezen minister Ivan Granoost. De activiteit start om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30 in de vooravond. De lezing is voor een ieder kosteloos toegankelijk. Er is geen registratie vereist. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.